In het medisch huis in Veghel is woensdagmorgen een digitaal punt geopend. Wat is de bedoeling hiervan? Nou, bij het digitaal punt daar kunnen mensen terecht als ze moeite hebben met de basisvaardigheden. En basisvaardigheden, dan zien we lezen, dus van een brief of een bijsluiter, het invullen van een formulier of bijvoorbeeld het digitaal een afspraak maken bij de huisarts of bij de bloedprikpost. Daar kunnen ze hier allemaal terecht als het zelf niet helemaal lukt. En dan kom je terecht in een medisch huis. Dat is logisch. Ja, ik vind het logisch. Dat komt omdat we al heel veel doen vanuit de bibliotheek en daar ook het informatiepunt digitale overheid hebben. Maar we zien wel dat sommige mensen de weg naar de bibliotheek nog niet weten te vinden. En die komen hier wel. Die komen naar de huisarts, naar de tandarts, naar de apotheek. En mochten ze daar hulp bij nodig hebben, dan zijn we gewoon dicht bij de mensen en kunnen ze meteen op locatie bij ons terecht. Voorlopig alleen nog één keer in de week. Ja, één keer in de week. Dus we gaan kijken hoe dat het loopt. Is er meer nodig? Gaan we uiteraard kijken of dat we dat kunnen organiseren. Net werd ik ook al gevraagd van, kunnen jullie ook niet bij een ander medisch huis in Zuid? Dan moeten we allemaal gaan kijken hoe dat het loopt. Dus we willen de mensen helpen. Dus we gaan ons best doen. Dus er wordt al wel over gesproken. Ja, zeker. Dus je ziet de urgentie, hè? De apotheker en ook de huisartsenpraktijken. Ze zien dat mensen moeite hebben met het lezen of het schrijven of het digitale. En zij willen zelf wel helpen, maar ze hebben heel veel ander werk te doen. En wij kunnen eigenlijk dat stukje net bieden. Voor de medewerkers van het medisch huis waren er voldoende redenen om ruimte te bieden aan het digitaal punt. Wij merken dat wij steeds meer digitaal gaan. Dat is ook om de druk op de huisarts te verminderen. En we zien dat niet alle patiënten daar ook mee om kunnen gaan of hun weg in kunnen vinden. Dus het is heel fijn dat die patiënten ondersteuning kunnen vinden bij het digitaal huis om daarmee op weg geholpen te worden. Ook veel mensen hebben vragen over hun medicatie, hoe ze die moeten innemen, doseringen. En ook die vraagstukken kunnen worden beantwoord door het digitaal huis. Het digitaal punt vandaag geopend. De mensen waren er al een week eerder. Zijn er al voorbeelden? Ja, we hebben vorige week, heb ik zojuist begrepen, dat er een patiënt was die bij de apotheek zich meldde en de brief van het ziekenhuis niet begreep. En dacht dat hij bij de apotheek geholpen kon worden. Helaas kan dat niet. Maar gelukkig waren de medewerkers van het digitaal huis zo vriendelijk om deze mensen of deze patiënt verder te helpen. Dus het heeft wel degelijk zijn nut. Zeker, zeker. Ik denk dat het veel mensen zijn die op dit moment tegen de digitale en ook bijsluiters en alle informatie die wordt gegeven, dat het moeilijk is om daar hun weg in te vinden. De uiteindelijke bedoeling is ook om mensen taal- en digitaal vaardiger te maken. Ja, en dat klopt. Nou, als ze hier komen en ze hebben een moeilijke brief, dan gaan we natuurlijk de brief met ze lezen. Als ze een afspraak willen maken, digitaal, dan gaan we die afspraak digitaal ook maken. Maar het kan natuurlijk zijn dat je zelf meer wilt en dat je niet meer de volgende keer ondersteuning wilt, maar dat je het zelf wilt doen. En dan zou je inderdaad door kunnen naar een cursus of naar een maatje die je kan helpen in de toekomst om het zelf te leren doen. En dat zou vanuit het digitaal huis gaan, vanuit de bibliotheek. Ah, alsjeblieft.